Als je op zoek bent naar een video, dan ga je waarschijnlijk naar YouTube. En YouTube is na Google ook de grootste zoekmachine ter wereld. Maar behalve video's daar vinden, kun je daar ook je eigen video's uploaden. Hoe dat in zijn werk gaat, laat ik in deze instructievideo zien. YouTube is een van de vele diensten van Google. En dat betekent dat je kan inloggen bij YouTube met je Google-account. Dat doe je door op de homepagina van YouTube, youtube.com, rechtsboven te klikken op inloggen. Op de inlogpagina geef je je gegevens van het Google-account op. Als je bent ingelogd bij Google, zie je een aantal dingen. Aan de linkerkant een menu met een aantal onderdelen die je zelf kan beheren. En helemaal rechts bovenaan zie je niet alleen het icoontje van je Google-account, maar ook een grote knop om een nieuwe video te uploaden. Als je video helemaal klaar is en klaar staat op je computer om te uploaden, dan kun je hem hier op het scherm slepen. Of je kunt hier klikken om te bladeren naar het bestand. Je selecteert de video die je wil uploaden en het uploaden begint automatisch. Het uploaden van de video kan best een poosje duren. De video die ik nu aan het uploaden ben, die duurt 17 minuten en is in HD kwaliteit en het uploaden duurt toch al ruim een uur, uur en een kwartier. Deze tijd kan ik goed besteden. Tijdens het uploaden kan ik alvast wat informatie in dit scherm invullen. Zo kan ik hier de titel aanpassen, een omschrijving geven en ook metadata toevoegen, een soort labels waarmee de video gevonden kan worden. Als ik hier een metadata of een tag opschrijf, zoals bijvoorbeeld blogger, en ik druk op komma, dan maakt hij daar een label van metadata. Zo kan ik een aantal termen koppelen aan deze video zodat hij goed te vinden is op YouTube. Nu wil ik natuurlijk dat deze video gevonden kan worden, dus hij staat op openbaar. Maar YouTube heeft verschillende privacy-instellingen. Ik kan de video ook op niet vermeld staan. Dan staat hij verborgen, en dat betekent dat hij niet gevonden kan worden als er naar nou wordt gezocht op YouTube of in een andere zoekmachine. De video kan wel gedeeld worden met anderen via de unieke link die de video krijgt. Aan het eind van de video kom ik daar nog op terug. De video kan ook op privé worden gezet, en dat betekent dat de video niet door anderen bekeken kan worden, maar dat hij gewoon op YouTube staat als een soort backup van je eigen videobestanden. Ik zet de video die ik nu maak op openbaar. Ik wil hem niet delen via sociale media, althans niet nu automatisch via YouTube. Later is dat altijd mogelijk. Ook kun je ervoor kiezen om een video toe te voegen aan een bepaalde afspeellijst: een soort lijstje van een combinatie van video's die bij elkaar horen. In mijn YouTube heb ik al verschillende afspeellijsten en deze video die hoort bij de lijst Basisvaardigheden. Het is namelijk een instructievideo over een online tool. Terwijl ik aan het wachten ben, kan ik ook nog even naar het tweede tabblad kijken, de geavanceerde instellingen. Hier kan ik precies kiezen wat ik voor instellingen wil kiezen voor de video. Hier kun je aan en uitvinken wat je prettig vindt. Het uploaden van de video is klaar en ook de verwerking van de video is Klaar, dat balkje begint te lopen nadat het uploaden is voltooid. En nu kan de video gepubliceerd worden. En dat doe je door rechtsboven op de grote knop publiceren te drukken. De video is gepubliceerd en dat betekent dat deze online toegankelijk is voor iedereen. Hij heeft een eigen link gekregen. Dat is de link die hieronder staat. Je kunt ook op de titel klikken van de video om er naartoe te gaan op YouTube. De video is nu klaar en kan gedeeld worden met anderen. Dat kan door de lange link te gebruiken die bovenin de browser staat. Maar onderaan de video staat een aantal andere deelopties. Onder de knop delen staan eerst allerlei icoontjes van sociale media om de video te delen. Daar staat ook een korte URL om de video te delen. Bijvoorbeeld via Twitter is het handig om een kortere link te gebruiken. En er kan eventueel ook een alternatief starttijd worden gekozen waarop de video automatisch begint te spelen. Om de video te plaatsen op een website of weblog, kan op de knop insluiten worden gedrukt en daar staat de iFrame HTML code om deze te plaatsen in een weblog bijvoorbeeld. Onder meer weergeven staan er nog weer extra opties om bijvoorbeeld het formaat en andere instellingen te kiezen bij het insluiten van de video op een andere website. Ik wil nu eerst laten zien hoe ik nu nu de video online staat, nog extra instellingen kan maken achter de schermen. En om dat te doen ga ik naar de Creator Studio. Om daar te komen ga ik rechtsboven via het icoontje van mijn Google-account naar Creator Studio. Ik kom in de Creator Studio achter de schermen bij YouTube bij mijn YouTube-kanaal. Links in het menu staan alle opties die ik heb en welke beheermogelijkheden ik hier kan toepassen. Onder de knop Videobeheer vind ik alle video's terug van mijn YouTube-kanaal en kan ik per video een aantal dingen doen. Als ik ze aanvink, kan ik ze toevoegen aan verschillende afspeellijsten. Maar ik heb ook een aantal acties die ik kan doen. Ik kan de privacy-instellingen nog aanpassen of de licentie. Ik kan ook video's weer weggooien. Dat is nu niet de bedoeling, dus dat ga ik niet doen. Ik heb ook bewerkopties. Als ik die aanklik bij de video, bewerken, dan ga ik naar die specifieke video toe en dan kan ik verschillende dingen doen. Ik kan de informatie natuurlijk nog aanpassen die ik had. Ik kan eventueel optimalisaties of audio veranderen. Ook kan ik zogenaamde annotaties maken of aantekeningen. Onder dat tabblad opent de video zich met daaronder een apart videospoor. Om een annotatie toe te voegen, kies ik eerst het soort dat ik wil hebben, bijvoorbeeld een opmerking. Die kan ik zo groot maken als ik wil. En ik kan hem ook in beeld plaatsen waar ik wil. En dan kan ik vervolgens de opmerking typen. En ik kan daar een paar instellingen aan toevoegen: lettergrootte, letterkleur en achtergrondkleur eventueel. Onder in beeld kan ik bepalen waar en hoe lang deze annotatie in beeld moet zijn. Nu start hij op 0 seconde en loopt hij ongeveer 1 minuut door. Dat betekent dat als de video een minuut gespeeld heeft, dat de annotatie automatisch uit beeld verdwijnt. Ik kan aan deze annotatie ook een link toevoegen, dat als ik erop klik ik naar een bepaalde website ga of een ander video binnen YouTube. Wijzigingen kunnen bovenin worden opgeslagen. Maar ik kies er nu even voor om deze annotatie weer te verwijderen via het prullenbak-icoontje. Ook is het mogelijk om aan een video ondertiteling toe te voegen. Om ondertiteling toe te voegen, klik je eerst op de knop Nieuwe ondertiteling toevoegen en selecteer je de taal waarin de video is gemaakt. Er zijn verschillende manieren om ondertiteling toe te voegen. Je kunt bijvoorbeeld zelf een ondertitelingsbestand uploaden als je dat hebt. Anders zou je de ondertiteling moeten intypen en dan kun je de tijd instellen wanneer welke tekst in beeld moet zijn. Tot slot wil ik nog even laten zien hoe het mogelijk is om een hoofdstukindeling toe te voegen aan de omschrijving van de video. Ik plaats een lijstje hier in de beschrijving van onderwerpen die in deze video aan bod komen met de achter een tijdindicatie wanneer in de video dit onderwerp aanbreekt. Vervolgens kies ik voor wijzigingen opslaan en ik ga naar de pagina van de video zelf door op de titel te klikken. Je ziet daar onderaan bij de beschrijving een hele lijstje staan met onderwerpen met de achter de tijdindicatie en door op een tijdindicatie te klikken ga je direct naar dat punt in de video. Dat betekent dus dat als bezoekers naar deze website hierboven gaan, de... Er zijn nog een paar icoontjes die ik even kort wil toelichten, die zijn hier onderin. In de videobalk zichtbaar, natuurlijk de afspeelknoppen hier aan de linkerkant en aan de rechterkant, wat instellingsmogelijkheden. Als eerste fullscreen, steeds vaker worden video's fullscreen getoond, en dan is het natuurlijk handig als de kwaliteit van de video een beetje aardig is. Door middel van escape ga je weer uit de fullscreen-modus. De theatermodus geeft een mooie zwarte achtergrond, de reclames die verdwijnen naar de onderkant van YouTube, en het tandwieltje geeft je de mogelijkheid. Om de kwaliteit van de video te beheren. HD wordt duidelijk gemarkeerd. Je hebt 720p of 1080p. In de hoogste kwaliteit is de video zo scherp mogelijk. YouTube heeft nog veel meer mogelijkheden dan dit natuurlijk, maar ik hoop dat je met deze basisvaardigheden in ieder geval aan de slag kan om je video's op een goede manier online te zetten. Heel veel plezier!